De wereld verandert steeds sneller. Daarom zijn partijen in de bouwindustrie constant bezig met nieuwe, innovatieve ideeën om een toekomstbestendige omgeving te creëren. Wij vragen Schuco Nederland, een ontwikkelaar van gevelsystemen, met welke visie zij inspelen op veranderende megatrends. Megatrends zijn wereldwijde ontwikkelingen waar we heden ten dagen mee te maken hebben. Het zijn met name de aanjagers voor sociale, politieke als technologische ontwikkelingen. Neem bijvoorbeeld de grondstoffenschaarste en de invloed op de economie. Of de CO2-reductie op de invloed op het klimaat. En vergeet vooral de sociale impact niet wat verstedelijking met zich meebrengt. We weten dat steeds meer mensen naar de steden trekken en dat heeft een enorme impact op de leefbaarheid van de steden, als ook de bouw en ontwikkeling van gebouwen in die steden. Als systeemontwikkelaar bouwen we samen met partners aan een duurzame omgeving die toekomstbestendig is. En natuurlijk ook waar mensen zich prettig in voelen. Door het aanbieden van innovatieve en adaptieve gevels voor in de gebouwen. Onder aanvoering van technologische ontwikkelingen dien je als bedrijf constant aan te passen aan de omstandigheden waar je op dat moment in zit. Dit biedt natuurlijk kansen om bijvoorbeeld meer waarde toe te voegen aan het thema energie-neutraliteit, circulair en modulair bouwen of klimaatbestendigheid en zorgen voor het milieu. Als we deze laatste vanuit een holistische manier bekijken, dan kunnen we de maximale impact leveren op bijvoorbeeld het reduceren van CO2-uitstoot, het ontwikkelen van modulaire en circulaire producten, als ook dat we als bedrijf kijken naar de modellen die daarbij passen. Als we aan projecten denken, denken we in eerste instantie aan drie thema's. Kwaliteit, tijd en kosten. Wij voegen daar graag nog een thema aan toe, namelijk duurzaamheid. Indien je deze vier thema's wilt oppakken, dan dien je dus je volledige dienstenpakket als productportfolio op af te stemmen. De doelgroep die we daar voor ogen hebben, zijn dus opdrachtgevers, architecten, aannemer en gevelbouwers. Voor een systeemontwikkelaar is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in het bouwproces actief aanwezig te zijn. Hierbij kun je de wensen van de opdrachtgever, als ook de esthetische uitgangspunten van de architect, maar ook de maakbaarheid van de aannemer, volledig meenemen tot opleving van het project. Daarna is het thema onderhoud een belangrijk aspect wat dan in de voorfases meegenomen wordt. Overkoepelend hierbij is dat het thema duurzaamheid wordt meegenomen. Dat betekent duurzame producten toepassen, invloed van regen en wind op de gevel meenemen in het ontwerp, als ook producten toe te passen die herbruikbaar zijn. Moeilijke oplossingen in de gevel worden door 3D-prints goed van tevoren bekeken. En natuurlijk digitale oplossingen die worden aangeboden, die het projectproces efficiënter maken en foutkansen daarmee minimaliseren. Als er aan duurzaamheid gedacht wordt, dan zijn er twee zaken die belangrijk zijn. Namelijk het tegengaan van klimaatverandering als het bewust omgaan met je milieu. Je productportfolio dien je daarop aan te passen door producten toe te passen die een lange levensduur hebben en die nadien ook herbruikbaar zijn. Dat betekent dus circulaire en modulaire producten toe te passen. Producten die gezond zijn, voorzien zijn van een cradle-to-cradle certificaat, maar ook producten toepassen die een geringe energieverlies met zich meebrengen. Maar belangrijk is dat een gevel ook op een integrale manier wordt benaderd. Vanuit het thema verstedelijking brengt veel hoogbouw in de grote steden met zich mee. Neem bijvoorbeeld de Zuidas of het project Zalmhaven in Rotterdam. Een ander gebouw is een bank, een 100% remontabel gebouw, wat als databank voor materialen dient en die minimale CO2-footprint heeft. Maar meer gaat het om een duurzame omgeving te bouwen die toekomstbestendig is en waar mensen zich prettig en gelukkig in voelen.